Als jij zou moeten zeggen, jouw carrière tot nu toe, we gaan het over Blacklist hebben, maar als je dat allemaal zo ver terug ziet, je hebt zoveel gedaan. Wat komt bij jou dan vooral naar boven? In je trots of in je waardering voor je carrière? Ja, zo werkt het volgens mij nooit echt bij jezelf. Ik kijk niet met trots terug. Ik kijk meer van, ik ben een immigrant in Amerika en ik ben er nog steeds en ik mag er nog steeds werken. En dat is echt een, wat mij betreft, een wonder. Verder, ja, het is altijd, er zit zoveel strijd en moeite bij. En ik denk niet dat mensen dat vaak weten. Dus daar, ik kijk meer vaak naar wat er niet gelukt is of hoe moeilijk het was. En niet dat ik alleen maar op die manier naar mijn leven kijk natuurlijk. Maar het is niet dat ik alleen maar zit van, oh wauw, ik ben in Amerika aan het werken. Ik woon in New York en ik ben alleen maar ontzettend dankbaar voor elke keer. Ja, want wij zien de buitenkant alleen. Wij zien alleen maar dat wanneer, neem Blacklist of dat zit je in die serie. Oh ja, tuurlijk, ja, zit in de serie. Maar het is gewoon heel hard werken dus. Om dat te doen. Ja, maar het is niet alleen maar dat het heel hard werken is. Dat vind ik het leuke eraan. Het is meer dat je, het is het enige vak volgens mij in de wereld bijna waar je niet zelf omhoog werkt, maar op de een of andere manier heel snel naar beneden werkt. Het is heel moeilijk om op hetzelfde niveau te blijven. Normaal gesproken, als je gaat studeren, dan studeer je ergens voor, ga je naar de universiteit, dan ben je klaar met studeren, dan ga je een baan zoeken, dan werk je naar iets toe en dan gaat dat op een gegeven moment hopelijk waar je dat wil. Dat is vaak in mijn vak helemaal niet zo. En als je dan in zo'n serie zit als dat van Blacklist, hoe ervaar je dat dan? Want dat komt uiteindelijk naar Nederland in een soort van spin-off. Mm-hmm. Wat heel mooi is natuurlijk. Hoe ervaar je dat dan als je dan zo daarin terechtkomt? Blacklist, Redemption. Zoals ik zei, ik ben dankbaar voor alle banen die ik krijg. Want dus, ik vind het echt een wonder dat ik nog steeds mag werken daar. Waarom? Je hebt je toch bewezen? Nou nee, zo werkt het niet. Want dat zie ik te vaak om me heen. Zo werkt het gewoon niet. En je kan ook op het moment dat je, weet je, het lijkt alsof je goed werkt, dan de volgende dag is het voorbij. En dat gebeurt, en dat kan je, iedereen kan naar carrières gaan kijken, dat gebeurt gewoon zo. Okay, en die realiteit, denk ik, blijft er altijd in zitten. Maar het enige wat ik dan altijd gewoon kan blijven denken van, nou, op het moment even goed en ik geniet ervan. En het is leuk.